Dan leg ik dit erop. Teken ik die lijn eromheen. En vervolgens pak ik een schaartje. En knip dit eigenlijk uit. Knip. Oh jee, wat kan die man goed knippen? Niet dus. Ik wil het gewoon heel snel doen. Eigenlijk gaan we hem eigenlijk even snel een voorbeeld maken. Oh, die oren. Nou, dan heb ik dat uitgeknipt. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan of dit gebruiken. Hè? Of ik kan dit. En ik kies erna even voor om dit te doen. Nou, dat. Leg het neer. Zie je het effect? Of het kan ook andersom. Nee. Ik kan ook dit doen. Kijk. Nou ligt dit echt in de voorgrond. Dat komt de achtergrond. Maar wat ik hier op... met acrylverf heb gedaan, kan ik in principe natuurlijk ook in de achtergrond doen. Of ik zou kunnen zeggen van, ik ga nog een stapje verder. Ik maak één vlak hier lichter en de andere misschien donkerder. En dan blijft er misschien heel weinig over van mijn woordweb, maar het blijft er wel in zichtbaar.